De politie heeft gisteren ruim 340 kilogram cocaïne verbrand te Kraka. Het is de derde verbranding voor dit jaar. Het gaat volgens het hoofd van de narcotica-brigade, Amrit Persatilu, om de kleinste partij die dit jaar is vernietigd. De politietopman legt uit dat de drug zo snel als mogelijk moest worden vernietigd in opdracht van het Openbaar Ministerie. In deze ongeveer 339,988,61 gram. Dus vaste vorm cocaïne. En we hebben vloeibaar cocaïne, 383,4 milliliter. En marihuana, 101,58 gram. Twee partijen zijn recentelijk ontdekt. Eén is zijn postzakken, overgedragen door de douane. Het zijn verschillende zaken die men probeert te posten in dozen. En twee grote zakken. De eerste zak Souda, daar hebben we dan 238,420 gram. En de laatste zak is 16 containers tafel, daar is het 82,88 gram. Tilo zegt dat de drugs afkomstig is uit verschillende vangsten. De grote partij cocaïne die in containers op de Jules Setnyhaven was verstopt tussen deurvergrendelingsstaven is eveneens vernietigd. Tilo stelt dat de justitiële autoriteiten de drugs gauw weg moeten doen om te voorkomen dat het wordt ontvreemd. De inspecteur zegt dat het eerder is gebleken dat de drugs werd ontvreemd en vervangen door andere stoffen die op drugs lijken. In mei van dit jaar is meer dan 1500 kilogram drugs vernietigd en in juni ging het om een partij van meer dan 500 kilogram.